Mijn naam is Nazmiye Oral. Ik ben schrijver, acteur, moeder, mens. Hier heb ik in 2003 Adelheid Rozen ontmoet. Kwam ik door die deur en zij was bezig en het was echt puur toeval allemaal. En it changed my life. We hebben hier de voorloper van Female Economy, Zina, platform opgericht. En we hebben hier 10 jaar gezeten, meer dan 10 jaar. Nachten doorwerken hier, dit is thuis. En wij waren aan het onderzoeken en wij gingen echt gigantische performances doen. Dus wij dachten, hoe zou een vrouwenmoskee eruit zien? Als het veilig voor vrouwen en met liefde, maar hoe zou dat zijn? Dat hebben we hier gebouwd, in de Bali. Met die minaret aan de voorkant op het Leidseplein. Kijk, heel vaak heb je een idee en dan en je hebt het grootste idee en het mooiste idee, je droom. En heel vaak wordt er gezegd, nou nee, laat maar zitten. Nee, dat kunnen we niet doen of nou, dat kan echt niet. En nu, wij hadden het idee en de Bali die had zoiets van, ja, why not? En ik ben ongelooflijk dankbaar dat we dat hebben mogen doen en kunnen doen.